Namens Dierenambulance Almelo, onze spaaractie, overhandig je onze laatste dag van onze actie. En ik hoop dat het goede doel terecht komt. Straks nog, vanmiddag nog. Dus er komt een hond van. Oké, super. Wij zijn als Dierenambulance Almelo zijn we actief op het front van het verzorgen en ophalen van gewonde dieren. En we willen ook aan onze kant laten zien dat we niet alleen actief op de bus zijn, maar ook er rondomheen. Dus vandaar dat een spontaan idee bij de mensen is ontstaan om een doppenactie te gaan houden. Dus we zijn met elkaar massaal gaan inzamelen voor de blinde geleidehond. We hebben ondertussen daarover diverse contacten gehad. Het blijkt dus achteraf dat we toch net iets meer doppen moeten hebben voor een hond dan de informatie die wij eigenlijk hebben gekregen. Maar niettemin zijn we toch geslaagd in onze actie om de 80.000 doppen ruim te overschrijden. En op dit moment dus 120.000 doppen aan te bieden. Namens de Dierenambulance Almelo. En u helpt hier ook aan mee? Ja, ik help er ook aan mee, zeker als vrijwilliger voor de dierenambulance. Ja, want ik geloof dat jullie al die dozen in huis opgestapeld hadden, klopt dat? Ja, we hebben ze allemaal opgeslagen hier. Elke vrijwilliger nam wat meer van thuis. En zo doen we verzamelen ze hier. Waar is deze actie voor bedoeld? Ja, er is een landelijke actie, de KNGF, dat is de Koninklijke Nederlandse Geleidehondenfonds. Die zamelt doppen in. Daar wordt statiegeld voor gegeven. Is minimaal hoor. Maar voor ongeveer 13 miljoen doppen kan één geleidehond worden aangeschaft en worden opgeleid. En wat we hier hebben en wat wij gezamenlijk afleveren is natuurlijk een druppel. Maar gezamenlijk komen we op het afleveradres waar ik naartoe ga, komen we aan één hond per jaar. Dus dat betekent dat daar voor zo'n 4000 huisvuilzakken aan doppen worden ingeleverd. En dat wordt omgesmolten tot kunststof pellets. En die blinde geleidehond, die wordt dan opgeleid? Ja, nou, het is veel meer hoor. Het zijn hulphonden. Dus ook voor autisten, voor mensen die in een rolstoel zitten, waar lichtschakelaartjes voor worden aangedaan. Dus het is heel omvangrijk. Alle soorten hulphonden tegenwoordig. Dus en de KNGF die leidt ze op. Die koopt ze en leidt ze op. Een hele mooie actie en heel veel succes. Ja, nou dankjewel. Het zal goed komen.